Jullie verklaren mij misschien allemaal verzot. Dit is een paardje die effectief hulp nodig heeft. Het komt op het totaal het foute moment. Hey allemaal, en superleuk dat jullie naar deze nieuwe video kijken. Want ik heb jullie namelijk heel erg speciaal nieuws te vertellen. Om te beginnen denk ik dat jullie allemaal wel die foto voorbij hebben zien komen op mijn Facebook en Instagram account. Waarbij, dat was een foto van een paardje die dan helemaal zwart getekend was. En met grote vraagtekens bij. En ik heb er momenteel nu ook nog niks over gelost. Zowel op mijn Instagram en Facebook is eigenlijk echt allemaal blanco nu. Want ik wou eerst deze video opnemen voor ik foto's en dat soort dingen op social media ging zetten. Ook de vraag die het meest is gekomen deze week is van ja, is er een nieuw paardje in het team gekomen? En om daar heel kort een antwoord op te geven, ja, er is een nieuw paardje, maar er is nog een grote vraag van, gaat zij blijven? Het is een merrie trouwens. Dat is allemaal een heel groot verhaal en ik ga proberen het jullie zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dus ik ga even bij het begin beginnen. Een aantal weken, ondertussen al een aantal maanden alweer. De tijd gaat echt zo snel hier. Ik had toen net mijn eigen stal, geloof ik. Het is nog maar net was ik begonnen. Toen kreeg ik een telefoon van een vrouw uit Nederland met de vraag of ik extra paardjes kon gebruiken. Want ze zag op social media ook dat ik ponykampen gaf. Dus was de vraag er al snel van, kan jij een paar paarden gebruiken? Ik heb hier te veel staan. Ze heeft een soort van opvangcentrum. Ook een fokker geweest, geloof ik, vroeger. Maar goed, doet er in ieder geval niet toe. Die vrouw zelf heeft wat problemen gekregen waarbij er een hoop paarden eigenlijk bij haar weg mogen. En toen had ik er eigenlijk totaal geen interesse in. Zoals ik al zei, had ik echt net mijn stal. Ik was met ontzettend veel nieuwe dingen bezig. En ik had het eigenlijk wel aan de kant geschoven en ik had zoiets van, komt later wel. Maar eigenlijk was ik niet echt heel erg geïnteresseerd. We gingen weer een aantal weken over en dan op een gegeven moment heeft ze mij nog eens opgebeld. En dit niet over meerdere paarden, maar over specifiek één paardje. En je hoort het al, daar gaat natuurlijk deze video over. Met de vraag of ik dan interesse in haar zou kunnen hebben. Ik zelf ken haar trouwens helemaal niet persoonlijk. Zij kent mij ook niet persoonlijk. Ik denk dat ze mij gewoon via social media gevonden heeft ook. Ze wist in ieder geval dat ik ponykampen gaf. Ik denk dat daar een beetje het allemaal vandaan is gekomen. En ze begon in ieder geval een heel verhaal te vertellen over dit paard. En het is eigenlijk echt haar paardje. Het was niet één die in de opvang stond, maar echt een beetje haar zielsmaatje. En zij vindt dat ze eigenlijk veel meer aandacht verdient dan wat zij nu op dit moment haar kan geven. We hebben uren natuurlijk gebeld. Dat ga ik niet allemaal in details vertellen. Maar ook dat had ik weer aan de kant geschoven. En zo van, dat komt later wel. Weer was ik niet heel erg geïnteresseerd. Het zat wel in mijn achterhoofd. Maar het was meer van, niet nu. Het komt op het totaal het foute moment. En dan weer een paar weken later, dan kreeg ik een berichtje van haar aan. Dat was via WhatsApp en daar stond weer een, dat was eigenlijk een foto van de merrie waar we over spreken. En toen ik die had gezien, toen pas denk ik dat ik echt begon te twijfelen. Dat ik begon na te denken van, zou dit paardje toch niet iets voor mij kunnen zijn? En niet omdat dat echt een paardje was dat helemaal mijn type is. Ik val echt meer op die barokke paarden. Daarom is Masha natuurlijk ook in mijn leven. Ik denk waarom ik het meeste begon te twijfelen. Jullie kennen natuurlijk allemaal de film Spirit wel. En mijn spiritpaardje heb ik al, want dat is Masha natuurlijk. En zij is eigenlijk de Rain versie. Dus zij is de bonte merrie. En toen had ik wel zoiets van, dit is wel een concept dat echt zou kunnen werken. Niet alleen voor mijn shows, maar ook voor mijn kinderfeesten, communiefeesten en al die dingen dat ik doe. Niet dat dat de reden is natuurlijk, maar dat had me wel tot twijfel gebracht. Dan heb ik natuurlijk heel veel vriendinnen opgebeld en advies gevraagd van, hey, wat denken jullie hierover en zou dit iets voor mij zijn? Iedereen had er eigenlijk best wel een positief gevoel over. Toen heb ik nog eens met die vrouw gebeld. Op een gegeven moment ging ik net op skivakantie vertrekken toen en ik zei tegen haar van, kijk, ik zal erover nadenken en na mijn skivakantie zal ik je terugbellen. Dat hebben we toen ook gedaan. Ik heb toen ook nog heel veel verhalen gehoord en dingen, want jullie voelen het misschien een beetje aankomen. Dit is geen paardje dat gewoon vrolijk in de wei staat te grazen heel de dag. Dit is een paardje die effectief hulp nodig heeft. En
zover ik nu gehoord heb, heeft ze mentale problemen, maar ook gewoon fysieke problemen. En over het mentale gedeelte maak ik mij totaal geen zorgen. Ik heb genoeg paarden ondertussen in handen gehad met gedragsproblemen en agressie en wat is het allemaal wel. Dus met de mentale toestand heb ik zoiets van, dat krijg ik er wel uit en dat krijg ik wel opgelost. En dat is een hele leuke uitdaging voor me. Het is meer die fysieke toestand waar ik me zorgen over maak. Dat is niet iets dat ik zelf kan oplossen, daar heb ik hulp bij nodig. En gelukkig heb ik, ik heb natuurlijk wel mijn contacten gelegd ondertussen. En zijn er ook een hele hoop dierenartsen, tandartsen, sportmasseurs, noem maar op, die het een heel leuk project vinden, want zo noem ik het even. Het is echt een project. En die dit eigenlijk gaan sponsoren. Dus er gaan een hele hoop mensen op stal komen, die gaan kijken van wat er met haar aan de hand is, welke behandelingen dat ze nodig heeft. Noem maar op, het gaat allemaal nog te zien zijn. Ik ga haar natuurlijk eerst nog moeten bezoeken. En jullie verklaren mij misschien allemaal verzot dat ik een paard ga binnenhalen die ik nog nooit gezien heb. Ik weet helemaal niet hoe haar karakter is. Ik ken haar wel van foto, maar dat is het ook. Ik heb ze nog nooit in het echt gezien. Maar ik vind het wel iets heel erg leuks en boeiends ook om jullie hier allemaal voor mee te nemen. Dus het gaat eigenlijk echt een soort van YouTube-serietje worden. Gaan kijken wat haar toestand nu is of haar kunnen helpen. Maar goed, ik weet echt nog helemaal niet wat er aan de hand is. Niemand trouwens. In ieder geval heb ik nu met die vrouw afgesproken dat ik gewoon naar daar ga. Het is echt wel een eindje rijden. Het is 2,5 uur rijden. Daarom dat we ook meteen de trailer al meenemen. Heb ik er iets of wat een goed gevoel bij, dan neem ik ze gewoon mee naar huis. Dan gaat het van de komende weken afhangen of zij in het team past, ja of nee. Het leuke is wel, dat ga ik jullie wel al meedelen, is dat zij mee naar Equidee gaat komen. Dus ze gaat waarschijnlijk meedoen. Ik zeg waarschijnlijk, omdat ik ga geen ziek paard meenemen naar Equidee. Ook niet, ik wil niet dat ze daar met pijn rondloopt. Uiteraard niet. Dan wil ik ze gewoon niet in de showring hebben. Maar stel, het gaat wel allemaal en ze kan behandeld worden op een kortere termijn. Of iets of wat behandeld worden. Ik zeg het, we moeten het nog allemaal afwachten. Maar als het allemaal mee gaat vallen, dan gaat ze gewoon lekker mee. Dus dat is ook de allereerste keer dat jullie haar in het echt kunnen zien. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd hoe het straks allemaal gaat uitdraaien. En wie weet, blijft ze gewoon. Dan is het natuurlijk een hele leuke combi om straks met shows mee te doen. In ieder geval denk ik dat ik nu genoeg verteld heb. Jullie weten in ieder geval een beetje wat er gaande is. Als jullie dit een leuk project vinden, doe dan even een dikke duim omhoog. Ben ik heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En dan nog één dingetje. Dat heet momenteel Angel. En ik vind Angel op zich niet een hele lelijke naam, maar het past niet echt bij Masha. Masha Angel, Lisanne Angel. Ik heb wel zoiets van, er mag wel een leuke shownaam bij. Iets dat in het concept past. We hoeven haar echt geen Rain te gaan noemen, want dat vind ik echt veel te typisch en daar ben ik niet voor. Maar heb jij nu zoiets van, ik denk wel dat ik een hele leuke naam heb die echt daar helemaal bij past? Laat het dan even in de reacties hieronder weten. En dan wie weet is het iets voor haar en hebben we gewoon straks een nieuwe naam. Ik heb ook zoiets van, kijk, het paard gaat wie weet wel een heel nieuw leven krijgen. Waarom dan ook geen nieuwe naam erbij pakken? In ieder geval ben ik heel erg benieuwd of dit straks allemaal gaat lukken. Of het iets voor haar is. Nogmaals, het is niet zeker of zij gaat blijven. Van EQD gaat er natuurlijk ook enorm veel afhangen. Zie ik dat de shows helemaal niks voor haar zijn, dan is het ook gewoon niet fair voor haar om haar mee te nemen. Ze moet het leuk vinden, ze moet matchen met Masha, ze moet een beetje leergierig zijn. Er zijn enorm veel factoren die er natuurlijk van afhangen van blijft zij wel of niet. Maar ik hoop het stiekem natuurlijk wel. We gaan het zien. In ieder geval bedankt voor het kijken allemaal en ik zie jullie bij de volgende video's en wie weet wel met een nieuw paard erbij.